Ik ben Robert Bakker en ik ben dirigent van The Voice Company. En dat is een zangkoor dat werkt op projectbasis. Nou, ik zing al door bij al die projecten. Als stemgroep ben ik oud. En welke projecten we dan ook doen, of het nou popmuziek is, klassieke muziek. Ik ben altijd van de partij. Nou, we hebben vorig jaar een filmpje op YouTube gezet. En dat was een compositie van Carl Jenkins, zo'n componist uit Wales. En dat is opgemerkt door een concertorganisatie hier in New York. En die hebben ons een e-mail gestuurd of geïnteresseerd waren om in Carnegie Hall mee te helpen een concert te geven. Dus jullie zijn eigenlijk ontdekt op YouTube? We zijn ontdekt op YouTube, zo is het. Ik kijk er heel erg naar uit, ja. We hebben lekker 2 repetities, 3 eigenlijk, nog generale, op de dag dat we gaan uitvoeren met het orkest bij. En ik heb er ontzettend veel zin in, ja. Ja, het is natuurlijk wel de kroon op ons werk. We hebben natuurlijk heel erg hard gewerkt. De Voice Company bestaat nu 14 jaar op dit moment. En we hebben echt heel lang zeer ons best gedaan om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. En dat we nu deze uitnodiging hebben gekregen is echt letterlijk de kroon op ons werk.